Wat op, kijk, showboy Facts weer van de RFL 4, skuskuskuk. Hoor dan, dames en heren. Het is vandaag een nieuwe dag, een nieuw begin. En welkom bij Day of the Facts. Vandaag is het een andere vlog, want vandaag ga ik jullie voorzorgsmaatregelen geven over het coronavirus. Als allereerste, jongens, ik ga jullie vertellen. Koop babydoekjes. Waarom? Wc-papier is niet altijd nodig, want ik zie dat jullie hem gaan op die wc-papier. Tweede, handgel. Om je handen te reinigen. Je weet toch? Van buiten. Drie. Als je buiten ook bent, trek handschoenen aan. Nummer 4, mondkapje. Altijd belangrijk als je al corona hebt. En verwissel hem om de 15 minuten. En nu ga ik jullie ook laten zien hoe je je huis moet desinfecteren of reinigen tijdens de corona season. En ja, hier toch? De gym is gesloten, de sportscholen. Maar je kan natuurlijk ook buiten sporten, dames en heren. Ik heb voor jullie drie oefeningen die jullie kunnen uitvoeren in een speeltuin. Als allereerst optrekken. Probeer altijd breed op te trekken. En dan 10 setjes van 3 uit te voeren. Belangrijk, neem om de 10 setjes rust van 1 minuut. Ook kan je chest trainen. Dat kan gewoon op de grond. Probeer te streven naar de 50 in 1 keer. Lukt het je niet? Dan 5 setjes van 10. Ook kan je buik trainen. Rug op de vloer en dan rustig naar je knieën gaan. Vergeet de zijkanten niet. Links als rechts. Belangrijk, want niemand wil alleen voorkant buikspieren hebben. Het staat mooier als je blokjes aan de zijkant hebt. Wauw! Daarnaast wil ik ook jullie het verhaal vertellen dat ik laatst op ParaTV heb gezien. Over een meneer die op de intensive care werkt. En die elke dag... dag in, dag uit, gewoon hard werkt. Hij had laatst een feed gepost dat hij, even kijken. Even kijken hoor, momentje. Ah ja, de heer in kwestie heeft gezegd, kijk eens aan. Hamsteraars, bedankt. Na een drukke dag... werken op de IS en vechten tegen het COVID-19 virus eindelijk nog vlug even naar de supermarkt. Daar waren enkel lege rekken. Het zal een spaghetti worden met tomatensaus. Morgen weer aan de slag. En dit bedoel ik eigenlijk meer van, doordat wij zoveel hamsteren en de schappen leeg kopen, heeft deze meneer aan het einde van zijn dag, na 6 of 5 uur, helemaal niks te eten thuis. Hij heeft nu... gelukkig spaghetti met tomatensaus. Maar dat is niet dat je de aankomende maand elke dag wil eten, weet je. Dus we moeten niet allemaal gaan hamsteren. Doe gewoon boodschappen dat je voor een week hebt, weet je. In plaats van dat je boodschappen voor 2 maanden gaat kopen. Want door dit dupeer je eigenlijk andere mensen ook. Als deze meneer die vecht voor mensenlevens. En daar wil ik jullie op wijzen wat wij eigenlijk doen... niet alleen ik, maar meerdere, en ik praat niet alleen over mezelf, dat wij moeten stoppen met hamsteren. Want dat hamsteren, dat heeft alleen maar negatieve gevolgen voor de mensen om ons heen. It's time to work! I'm Quattro by Facts will defeat corona with the Nerf gun. You know how we do. Yeah. Ding, 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 ding
Doei.